Ik wil openstaan voor iedere uitdaging die ik tegenkom. Groot, klein, maakt het niet uit. Het is goed om te challengen. Ik ben Sivan. Ik kom uit Nederland. Maar ik kom background uit Ethiopië. Ik ben Rana. Toen ik in het land mijn weg moest vinden, vond ik het best mogelijk om te positief te blijven. Maar ik kom uit Ethiopië, dus ik kan wel hard lopen. Ik ren niet naar weg vanaf Oudag, maar ik ren naar Oudag. See that Hassan there, in about 10th place in the orange vest. First team, going to get a sit round. There's a four on Hassan. Oh my goodness. Here comes Hassan, and a pretty staggering last lap after going down. Nu zie ik alle kilometers, alle wedstrijden, alle pijnlijke ankels, vroege ochtenden, alle overwinningen en alle verliezen. Als onderdeel van het pad naar waar ik nu sta. Want het leven van Olympisch spelen atleet is niet makkelijk. Ik moet mijn mindset en trainer regisseer continu bijhouden. Ik kijk aan naar Parijs. Het is de volgende grote uitdaging waar ik voor opsta. Je wint niet alleen voor jezelf medaille. Je wint voor Nederland, je wint voor je familie, je wint voor je vrienden. Uiteindelijk draait het allemaal nog om beter te worden. Dat niveau ritme blijft volhouden.